Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je aan de titel hebt kunnen zien, heb ik weer een keer een klets- en make-up video voor jullie. Het werd mij laatst ook alweer een keer gevraagd of ik dat weer een keertje wilde doen. En dat was ik eigenlijk ook al van plan, dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus mocht je benieuwd zijn wat voor look ik ga maken en wat ik je te vertellen heb, zou ik zeker zeggen, kijk eventjes gezellig mee met deze video. Ik zal eerst even mijn haren vastmaken, zodat ik daar geen last van heb met het opmaken. Zoals ik dus al zei, het is best wel weer een tijdje geleden dat ik zo'n video deed. Ik geloof dat het al best wel weer ruim een jaar geleden is, of dat het nog een jaar moet worden. Maar dan gaat het wel weer naartoe, zeg maar. Ik ga de producten die ik gebruik gewoon even in de beschrijving zetten. Want het draait natuurlijk niet echt puur om het opmaken. Maar ik kan het wel even laten zien. Maar ik ga er niet echt bij zeggen van waar het van is. Dat zal ik in de beschrijving zetten. Ik ga als eerst even een primer aanbrengen. En dat is gewoon deze. Ik ben op dit moment, maak ik me nu dus een keertje weer op in de woonkamer. Dat vind ik nu helemaal niet erg, want het is echt super koud in huis. Dat is echt altijd een ding, want ik ben echt een koukleum en dat is in huis dan nu ook heel erg. En als ik mij normaal opmaak, doe ik dat op de slaapkamer op mijn kaptafel. Maar ook daar is het super koud, want ik hou er niet van om de verwarming in de slaapkamer aan te zetten. En dat vind ik gewoon niet lekker met slapen, dat wordt zo broeierig en daar hou ik gewoon niet van. Dus dat doe ik eigenlijk nooit. Voor de rest ben ik zelf heel erg druk bezig met huizenjacht. Om op zoek te gaan naar een andere woning. Want dat zou wel heel fijn zijn. Maar ik zoek een sociale huurwoning. En dat is best wel lastig te vinden. Maar de zoektocht gaat gewoon verder. Ik zat me ook even te bedenken wat ik eigenlijk bij de vorige klets make-up video ongeveer een beetje met jullie heb besproken. En ik weet ongeveer nog wel een beetje wat dat was. Dat ging onder andere ook over de kwasten van Real Techniques, wat ik er heel erg benieuwd naar was. Nou, inmiddels heb ik een aantal Real Techniques kwasten, onder andere bijvoorbeeld deze. En die zal ik dus ook gewoon graag gebruiken bij deze make-up look. Maar ik ben echt super tevreden over die kwasten, kan ik wel zeggen, want ze zijn natuurlijk wel ietsjes duurder als dat je kwasten koopt bij een HEMA of bij een kruidvat. Maar ik merk ook echt wel heel veel kwaliteitsverschil. Het aanbrengen gaat ook heel fijn. En ja, ik merk wel echt dat je hele goede kwaliteit hebt bij die kwasten. Dus dat vind ik wel echt super fijn. Deze foundation is dus eigenlijk gewoon wat te donker. Je moet echt heel goed uitsmeren. Maar dat vind ik wel heel erg fijn. Ik heb toen ook met jullie gesproken over de veranderingen op mijn YouTube kanaal. En inmiddels ben ik ook begonnen met vloggen. Als je mijn kanaal al langer volgt en je bent geabonneerd, dan weet je ook inmiddels dat ik vlog. Ik ben nu geloof ik met mijn 35e weekvlog bezig. Dus op zich gaat dat ook best wel snel. Ik ben in juni begonnen, dus dat gaat eigenlijk heel snel. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik die stap heb gezet, zeg maar, om te gaan vloggen. Omdat ik het gewoon echt nog heel erg leuk vind ook. Dus dat vind ik wel heel tof. Ik ben ook nog steeds bezig met een eigen domeinnaam voor mijn blog. Maar daar heb ik verder nog niet. En dat is puur omdat ik zelf op WordPress.com blog. En je hebt ook nog weer WordPress.org, geloof ik. En heel veel diensten, zeg maar, die aangeboden worden om een eigen domein te kunnen starten, die werken weer met WordPress.org. En ik weet niet of ik dat allemaal over kan zetten en zo. Maar ik begin wel een beetje met het geheugen, zeg maar, vol te zitten van het uploaden van foto's. Eigenlijk moet ik ook gewoon wat oude artikelen er al uit gaan gooien die niet meer relevant zijn. Maar goed, daar moet ik nog even naar kijken. En het is nog... Wow! Zojuist breekt het bovenkantje van mijn poeder eraf.
doosje. Dus die is wel een beetje uit zijn luxe, zeg maar. Maar dat, het is nog steeds wel iets wat ik heel graag wil. Maar ik vind het heel erg lastig. Omdat je, ja, er komt best wel veel bij kijken, zeg maar, wat je moet doen. Dus dat vind ik nog best wel een beetje, ja, lastig. Maar dat blijft nog wel iets wat op mijn, ja, to-do-list staat. Wat ik heel graag wil. Maar daar moet ik me even nog goed in verdiepen. Maar voor de rest ben ik eigenlijk wel heel tevreden. Want ook mijn YouTube-kanaal, dat groeit wel echt. Oh, ik heb lekker mijn neus. Ik merk wel echt dat ik ja, groei ondervind. Hoe ga ik dit nou weer dicht krijgen? Mijn abonnees die komen er wel steeds bij, zeg maar. Dus daar ben ik wel heel erg blij en dankbaar voor. Want dat is natuurlijk nooit heel erg vanzelfsprekend. Dat je mensen hebt die naar je kanaal willen kijken. En daar ben ik echt heel erg blij voor. Dus daar wil ik jullie ook nog heel erg voor bedanken. Dus dat vind ik wel heel erg fijn. Dus ja, dat... Dat waren eigenlijk een beetje de mededelingen over mijn kanaal en zo. Ik ben een beetje verkouden. Ik ben echt al echt een... Ja, een x-aantal weken dat mijn neus gewoon verstopt zit. Dat ik daar ook gewoon echt mee wakker word. Dus dat is wel heel erg lastig. Maar... Op zich gaat het ook wel weer goed komen. Maar het blijft een beetje vervelend. Ik heb altijd echt, als ik mijn voorhoofd contour, heb ik altijd hier van die hele kleine haartjes zitten. Ik heb echt heel veel haar, zeg maar. Maar dan heb ik hier beginnen allemaal van die kleine haartjes te groeien. Dat is echt heel vervelend. Want dan zitten die ook allemaal onder de poeder. Dus dat is heel erg lastig, altijd. Ik moet ook zeggen dat ik even had berekend laatst hoeveel tijd ik ongeveer kwijt ben aan YouTube en aan mijn blog. Vond ik wel leuk om bij te houden. Dan moet ik zeggen dat ik dat geloof ik van 1 of 2 weken heb gedaan. Daarnaast weer even een beetje in een... slop geraakt. Het is echt niet. Ik heb het niet meer helemaal doorgezet. Dus dat was een beetje jammer. Dat wil ik eigenlijk wel weer gaan doen. Gewoon omdat ik het leuk vind om voor mezelf om te weten. Van ja. Hoe gaat dat doorgezet worden, zeg maar. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Maar dat moet ik weer eventjes gaan oppakken. Maar goed, dat komt op zich ook wel weer goed. Dus ja, wat dat betreft ben ik daar allemaal heel tevreden over. Het is echt heel erg raar. Ik zit hier nu en ik woon dus in een appartementcomplex. En dan hoor je dus serieus als iemand op het toilet zit. Dat hoor ik dus nu. Dat is echt heel gek. Dat is best wel een beetje awkward, zeg maar. Wow, deze blus is echt heel erg roze. Voor de rest ben ik ook begonnen met mijn bullet journal. Nou ja, goed, zoals ik al eerder zei, als je mijn vlogs volgt, dan weet je dat ook. Ik moet zeggen dat ik het ook echt wel heel erg leuk vind om te doen. Ik had eerst niet... toen ik het plan had, toen dacht ik van... Oké, hier moet ik even iets langer over nadenken. Want soms krijg ik een plan en dan denk ik van... Oké, ga ik hier daadwerkelijk wat mee doen? Maar uiteindelijk heb ik het wel echt goed doorgezet, moet ik zeggen. Ik ben er wel echt heel tevreden over. Dus dat vind ik wel echt... super fijn, zeg maar. Ben ik ook... ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen. En mijn ideeën die komen ook nog steeds wel. En ik vind dat tekenen gewoon heel erg leuk. Ik gebruik gewoon een heel groot boek, zeg maar. Ik vond het fijn om een wat groter formaat te hebben dan het standaard formaat. Nu weet ik dat Action ook bullet journals heeft. En mijn zusje die heeft er al even eentje van mij meegenomen. Want die was laatst bij de Action. Toen zei ze, oké, nu liggen ze er. Zal ik er vast eentje voor je meenemen? Ik zeg, ja,
prima, al laat ik hem liggen voor mijn volgende bullet journal. Maar ik was wel heel benieuwd hoe die zou zijn. Die zou ook stipjes hebben. Dus ik heb hem ook nog niet gezien. Dus ik ben wel benieuwd hoe die is. Maar die zal ik binnenkort wel krijgen. Oh ja, ik wil wel even dit palet laten zien. Want hier ga ik dus mijn highlighter mee doen. En dit palet is echt top. En die komt dus gewoon van de Action. Als je mijn favoriete video hebt gezien van januari, dan heb ik hem ook heel erg benoemd al. Maar die wilde ik zeker nog even soort van shout-out geven. Want die vind ik echt heel erg mooi. Ik ga ook een beetje voor de donkere kleur nu. Het mag wel een beetje donker vandaag. Normaal ga ik wel voor de wat lichtere kleur, maar... Ja, weet je, het is ook zo raar weer. Dus vind ik het op zich niet erg om een wat donkerdere bronzer te pakken. En ze zijn echt super pigmentvol. En ik vind het leuk dat je eigenlijk voor elke gezichtskleur een bronzer hebt. Ik ga hem wel even zo eventjes uitblenden, zie ik. Want dat is met deze kwast niet handig. Ja, we zitten ook alweer in februari. Dat gaat echt wel heel erg hard. Ik merk gewoon echt dat de maanden echt heel erg hard gaan. Voor mijn gevoel... is het nog helemaal geen februari of zo, maar het is wel gewoon zo. Omdat de tijd gewoon zo hard vliegt dat je dat gewoon soms nog helemaal niet door hebt, zeg maar. Dat is wel heel bizar eigenlijk, vind ik. Dus voor je het weet zijn we alweer bij de zomer aanbeland. Nu ik deze video opneem is het buiten ook best wel een beetje zonnig, maar je merkt gewoon nog wel heel erg dat de kou, zeg maar, aanwezig is. En dat merk ik dus ook gewoon in huis, dat ik het gewoon heel snel koud heb. Zo, ik heb nu even wat meer ingezoomd, want ik ga even mijn ogen nu doen. Dus het leek me wel zo handig. Even kijken. Oh ja, hier was het. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook al een beetje besmet zijn met het bullet journal virus. Ik noem het maar eventjes zo, want het is wel echt heel erg... Heel erg in trek, merk ik. En je ziet ook eigenlijk overal op YouTube ook video's verschijnen van mensen die aan hun bullet journal zijn begonnen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd of jullie dat ook al doen en wat jullie dan zo al gebruiken. Ik gebruik echt gewoon heel veel spullen van de Action gewoon, omdat het eigenlijk prima spullen zijn en het ook gewoon niet heel erg duur is. En ze krijgen bij de Action ook steeds meer spullen voor het bullet journal. Dat zie je nu natuurlijk ook al nu ze zijn begonnen met het uitbrengen van die bullet journals. Nou heb ik ook al op Instagram gelezen dat ze ook super hard gaan. En dat ze ook niet in alle filialen al geleverd waren, geloof ik. Maar ja, als je echt op zoek bent naar een goedkoop bullet journal, denk ik wel dat dat gewoon misschien ook leuk is om daarmee te beginnen. Omdat het gewoon eigenlijk niet heel duur is. En je gewoon kunt kijken van, goh, is het wat voor je? Ik doe trouwens even twee wenkbrauwproducten op. Ik ga mijn wenkbrauw ook even zetten. Want mijn wenkbrauw die zijn een beetje... Die leiden een beetje hun eigen leven op het moment. Dus dan kan ik er beter even een wenkbrauwgel, gel mascara inzetten. Zodat het ook een beetje blijft zitten. Maar deze geeft dus ook al een beetje kleur nog. En dat vind ik soms wel fijn. Want soms is de poeder niet helemaal dekkend die ik gebruik. Dus vandaar even twee producten. Voor de rest zou ik nog heel graag een andere camera willen om mee te filmen. Dat is vooral voor deze video's, zeg maar. Voor het vloggen vind ik deze camera die ik nu gebruik echt heel erg goed. Maar ik zou wel heel graag een spiegelreflexcamera willen die ze kan filmen. Ik heb nu een spiegelreflexcamera en die heb ik volgens mij 2 jaar geleden gewoon via Marktplaats gekocht. En dat was eigenlijk dikke prima, want ik moest daar gewoon een beetje mijn ding mee gaan ondervinden, zeg maar. En dat was vooral ook voor het foto's maken. En dat was eigenlijk gewoon heel erg goed. Maar ik merk nu wel gewoon dat het ook wel fijn zou zijn als ik daarmee zou kunnen filmen. En
ja, de foto's iets beter worden. Ik merk ook wel dat die camera nu misschien ook wel wat kuren begint te vertonen. Maar om daar gewoon kennis mee te maken, vond ik dat eigenlijk wel heel goed. Dus dat ja, is misschien ook wel een tip voor als je zelf met dat idee loopt. Dat je gewoon kennis kunt maken van, goh, hoe is het om daarmee te fotograferen? Nou ja, mij bevalt het echt super goed. Ja, ondanks dat hij nu dus een beetje, ja, lichte kuren begint te krijgen. Maar ja, het was ook al best wel een oude camera, geloof ik. Volgens mij was het ook al een camera van 2008. Als het niet eerder is, want deze konden ze ook nog niet filmen. Maar ja, dat zijn dus weer meer de nieuwe modellen die dat wel kunnen. Maar ja, voor de rest bevalt me dat eigenlijk wel heel erg goed. Behalve dat ik nu een andere punt heb gekozen om foto's te maken. Voorheen deed ik het op de eettafel, die is er niet meer. Dan moet ik wel heel erg wennen ook dat het licht en zo anders is. Want ik doe het nu tegenwoordig, zet ik mijn fotostudio op de grond. Ik maak altijd foto's in mijn fotostudio. En die zet ik dan gewoon op de grond neer en dan ja, maak ik zo mijn foto's. Maar dat is ook niet altijd even handig. Want ik heb op het moment echt heel erg last van mijn rug. En dan merk ik gewoon dat het niet zo fijn is om op de grond allerlei posities aan te gaan nemen. Dat je op je buik gaat liggen om de perfecte positie voor je foto te maken. Dat is voor mijn lichaam niet zo heel erg prettig, maar goed. Het oogschaduwpalet is trouwens ook van de Action die ik ga gebruiken. Dus ja, dat zijn gewoon twee hele goedkope producten. Maar die heeft ook al in een favoriete video gezeten. Maar ik dacht, dat is wel even leuk om even extra aandacht aan te besteden. Dus ja. Ik draag nu ook weer meer mijn lenzen. Misschien is het je opgevallen, misschien ook niet. In mijn weekvlog zul je het sowieso wel hebben gezien als je die kijkt, dat ik wat vaker mijn lenzen draag. Ik vind het wel heel fijn, zeg maar, want ik merk gewoon dat ik me er ook wel weer wat zelfverzekerder door voel. Bril is prima hoor, het is een prima oplossing, maar ik loop gewoon het liefst niet de hele dag met die bril rond. Kijk, in de avonduren is het sowieso niet anders, want zodra ik televisie ga kijken, vind ik het gewoon lekker om die bril op te zetten, want het geeft gewoon wat meer rust voor mijn ogen. Maar ja, ik vind het normaal wel fijn om dus overdag zoveel mogelijk mijn lenzen in te hebben, maar voor mij is dat heel lastig als ik computerwerk wil doen, omdat ik chronisch droge ogen heb, merk ik dus dat ik dan niet genoeg knipper. En als ik knipper, mijn ogen die maken niet voldoende vocht uit zichzelf aan. Dus dat is dan heel erg lastig om ja, daar een beetje mijn ding mee te doen. Dus computerwerk doe ik ook vooral 's avonds heel vaak. Tenzij ik het overdag wel een keertje wil doen. Maar dan kan ik dus die lens niet in. En dat vind ik wel heel vervelend. Omdat ik ja, het toch gewoon wat prettiger vind. Kijk, nu schijnt de zon. Dus dan vind ik het ook fijn om, als ik de deur uitga, de zonnebril op te kunnen hebben. En ik heb geen zonnebril op sterkte. Dus dat is gewoon wat moeilijker dan om je zonnebril op te zetten. Als je geen lens in hebt. Want dan zie ik gewoon letterlijk heel weinig. En dat is gewoon wat minder prettig. Dus ik ben daar wel weer wat meer mee bezig, zeg maar, om dat te doen. En over het algemeen gaat het best wel oké. Dus daar ben ik wel blij mee. Want dat vind ik wel echt heel erg fijn, zeg maar, dat ik dat ook weer een beetje ja, wat meer doe. Want ik heb echt een hele tijd een bril gedragen. En nogmaals, er is helemaal niks mis met een bril. Maar ik heb al zo lang een bril dat ik het op een gegeven moment gewoon fijn vond dat ik over kon gaan op lenzen, zeg maar. Dus ja, dat is dan gewoon een dingetje wat ik wel prettig vind. Dit zijn trouwens ook kwastjes van Real Techniques. Hier heb ik ook ooit een video over gemaakt. Maar die zijn echt heel erg fijn. En ik vind het ook heel fijn dat Kruidvat tegenwoordig dus Real Techniques kwasten verkoopt. Ik heb toenertijd in mijn allereerste kletsen make-up video heb ik jullie verteld over kwasten van AliExpress. AliExpress die verkoopt ook dupes van Real Technique.
Dat ik dat niet zo goed aandurfde. Nou, inmiddels heb ik bij AliExpress wel 2 bestellingen gedaan. Maar ik heb geen kwasten gekocht. Ik heb er toch voor gekozen om voor de echte real techniques te gaan. Vooral omdat ik ze toen ook een aantal keer gewoon in de sale kon kopen. Dus dat scheelde gewoon heel veel geld. Ik moet zeggen dat de eerste keer bij bestelling bij AliExpress is alles echt best wel redelijk op tijd binnengekomen. Ik wacht nu letterlijk nog één op één pakketje. En ik wil daar dan ook weer een shoplog van opnemen. Maar dit duurt wel heel erg lang. Dus ik had november al besteld. En het is nu februari. En ik wacht dus nog letterlijk op één pakketje. En ik weet niet, misschien heeft het ook te maken met de feestdagen die ertussen hebben gezeten. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, ik weet gewoon dat het allemaal wat langer duurt. Maar ja, ik vind het nu wel heel erg lang duren. Dus ik vind het wel heel erg jammer. En ik heb ook echt één product, dat is ook al gelijk een dikke vel. Maar ja, dat zal ik in de. Als ik alles binnen heb, zal ik dat in de video ook wel eventjes vermelden. Maar ik vind het wel heel erg leuk om dingetjes bij AliExpress te bestellen. Ik had nu bijvoorbeeld. Ik had voor 2 of 3 weken terug heb ik mijn eigen acrylnagels gezet. Nou, dat was voor de eerste keer, was dat op zich wel goed gelukt. Ik merk wel dat ik een andere liquid nodig heb, want die had ik dus van AliExpress, onder andere. Even een spoiler, want dan weten jullie dus al een beetje wat ik heb gekocht. Maar ik merk wel dat die niet zo heel erg goed is. Dat ik daar wel echt problemen mee ondervind. En dat werd mij ook wel een beetje verteld later, want ik ben op Facebook ook lid van zo'n AliExpress koopjezoek. Toen zeiden mensen ook al van ja, dat moet je gewoon beter bij een Europese groothandel kopen, want de hechting is gewoon minder goed. Nou ja, dat heb ik ook wel gemerkt. En het kwastje was ook echt helemaal niks wat ik had. Dus dat is een beetje jammer, maar oké. Okay. Daar leer je wel weer van natuurlijk. Dat weet je dan wel weer voor de volgende keer. Zo. Ik voel me ook altijd gelijk een stuk frisser als ik weer make-up op heb. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik weet niet. Dan ziet alles er gewoon weer wat beter uit. En ja, dat is gewoon heel erg fijn, vind ik zelf. Dus daar word ik altijd wel weer blij van, zeg maar. Dus ja. Ik heb kramp in mijn voet. Ik zit een beetje in kleermaak zit en dat is niet zo heel erg handig. Maar ja, het maakt niet heel erg uit op zich. Mijn voet slaapt nu alleen een beetje, maar ik moet hier zomaar weer even wakker worden. Wow. Praten en mascara opbrengen blijft altijd een lastig iets. Ik ga er ook heel raar gezicht bij trekken, merk ik altijd wel. Zo, ik ga even wat op mijn lippen. Ik test nu een lip liner. Dit is een Ultra Lest lip liner van Essence. En die gaat assortiment uit. Dus daar wil ik dan nog even
een reviewtje van schrijven, dus die breng ik nu even aan. Ziet er altijd zo gek uit als er nog geen lippenstift bij zit, vind ik. Maar goed, dat gaan we nu gelijk eventjes fixen. Ik hap trouwens mijn lippenstift altijd af, dan blijft hij gewoon wat lang zitten. Ik heb nu toevallig gewoon even een toiletpapiertje, maar dat maakt niet uit. Je kan het gewoon een tissue doen. En dan heb je zo'n hele mooie afdruk. En dan doe ik nog een laagje en dan hap ik hem nog een keer af en dan blijft hij net wat langer zitten. Zo. Dan doe ik gewoon nog een keer hetzelfde. En dan zit je hele make-up look eigenlijk goed. Nog even mijn haren eventjes, die knipt eruit en dan zet mijn make-up er in ieder geval weer op. Nou, en dit is dus de uiteindelijke look die ik heb gemaakt. Ik vond het wel weer leuk om een keertje een kletsen make-up video te doen. Vooral omdat dat wel weer een tijdje geleden was. Dan is het wel weer leuk om het een keertje te doen. Ik ben eigenlijk wel tevreden geworden over de look. Het ziet er gelijk weer een stuk beter uit dan zonder de make-up, vind ik zelf altijd. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik wil je bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer terug te zien. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal en wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je even gratis abonneren. Als je ook even op het belletje drukt, dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen. Ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doeg!